Kassim, jongen, goedemorgen. Kassim, eerst en vooral terugkomend op jouw vraag of ik die 26 wedstrijden, competitiewedstrijden, wel zal volmaken. Ja, dat hangt er allemaal natuurlijk af hoe het met mijn werk gaat. En ook grotendeels of ik tussentijds in de winter nog een transfer zal maken. Ja, ik heb altijd gezegd, ik denk dat HBSV mijn opstap is om volgend jaar in China te gaan voetballen. Dus daar hou ik mij toch aan vast, aan die gedachte. Maar ik denk wel dat ik die 26 competitiewedstrijden zal volmaken. Verder, ja, had jij het over Cristiano Ronaldo, dat toch jouw idool is, dat je daarvan kan genieten als die man aan het voetballen is. Dat heb ik ook. Ik heb dat ook bij Messi. En dan komt eigenlijk het bruggetje naar de volgende vraag. Wat is voor jou, jij bent natuurlijk verslaggever, wat is voor jou het mooiste voetbalmoment dat je hebt mogen meemaken of mogen beschrijven in een verslag? Dat hoor ik graag en dan spreken we elkaar later wel weer.